De netwerkorganisatie Vrouwen in Politiek heeft voor de tweede keer een dinnerdialoogsessie gehouden. Het doel van deze organisatie is te fungeren als brugfunctie tussen vrouwen in besluitvormingsposities en in de politiek ten aanzien van gendergerelateerde zaken. De sessie van zondag 3 maart handelde over gender, politics en politics of gender. Met de politica's Ingrid Karta-Bing, Krishna Mathura en Ansadi en de socioloog Carla Bakboor is er levendig van gedachten gewisseld over verschillende stellingen. Enkele waren beleid gericht op de emancipatie van de vrouw, eindig bij aanname van voldoende wetten in het parlement die de rechten van de vrouw waarborgen. Politiek is een mannelijk domein, vrouwen zouden daarvan geen deel mogen uitmaken. Mathura was ook de keynote spreker. Haar thema was de kracht van de vrouw in de politiek. En ik zeg dit, benadruk dit, door heel veel mogelijkheden die er voor de vrouw niet aanwezig zijn. En daarom praat ik over sociale orde. En ik heb het over praktisch. Ik heb elke dag ontmoet ik nog mensen, vrouwen, die naar een baan zoeken. En soms vinden ze een baan, maar dan is er geen crash waar ze hun kinderen kunnen zetten. En als ze een crash vinden, dan is er geen crash die 24 uur operationeel is. Dus dat is een beperking al. Ik heb recent een gezin gehad die 50 SW per kind per dag moet betalen. En dat zijn allemaal praktische, maar ook financiële obstakels voor vrouwen. Busverbinding, veiligheid, allerlei afhankelijkheid, banen voor vrouwen. Mathura zegt verder dat als jij je focus hebt op een goal in je leven, je geen obstakels moet zien. Er moet volgens haar actie genomen worden door de vrouw als het gaat om de benoeming van topfunctionarissen. Vrouwen moeten volgens haar niet aan de kant blijven staan en toekijken en daardoor onrecht blijven accepteren. Ze moeten meer durven. De keynote-spreker eindigde haar betoog met de boodschap dat macht gebruikt moet worden om de samenleving te dienen en ons geliefd land tot ontwikkeling te brengen. Mathura was de keynote speaker tijdens de tweede dinnerdialoogsessie Gender Politics and Politics of Gender, georganiseerd door de netwerkorganisatie Vrouwen in de Politiek in de Sociëteit Het Park.